Ik ben alleen staand als ik kinderen. Ik ben verantwoordelijk voor die kinderen. Dat ben ik ook. Ja. Dus ik moet doorgaan. Voor hen. Ja, je hoopt eigenlijk een beetje dat hij dan zich beter gaat voelen. Ja. En dat je langer levens jaren hebt. Dat. Ik heb je nodig. Ja, kom eens. En de oproep van Stanley had resultaat. Jackie uit Amsterdam wilde haar nier wel aan hem geven. Hoi! Hey. Stanley! Ik ben Stanley. Jackie. Hoi Jackie. Hoi, kom binnen. Ik heb één filmpje heb ik gekeken. En daar heb ik die kleine van je gezien. Die was die van 15 volgens mij. 13. Of die van 13. Ik denk ja. Ik van ja, oké, okay, ja, ik ben om, weet je. Als ik jou daar heel stom zou vinden, nu, op dit moment, stel ik vind je heel stom, dan denk ik toch aan je kinderen ook. Ik vind je helemaal niet stom, gelukkig, inderdaad. Goeiedag, meneer De Vreters. Goedemorgen. Nou, het is bijna zover. Ja. Spannend. Heel spannend. Hij heeft er lang op gewacht. Ja, heel lang. Op dit moment is de operatie bij de donor natuurlijk nog gaande. En eigenlijk wordt u pas in slaap gebracht als we echt het oké hebben van de chirurg dat de nier goed is. Mm-hmm. Maar normaal gesproken gaat u vrij vlot nadat die nier geïnspecteerd zo goed bevonden is. Wordt u in slaap gebracht en gaat de operatie beginnen. Nou ja, Jack Andrews is natuurlijk voor mij nu op dit moment een held. Ze heeft samen met mij hebben we lang opgewacht op deze dag. En vanochtend heb ik haar samen met de verpleging naar de OK gereden. En daar van haar afscheid genomen. En misschien ook al straks wel. Heel spannend. Ik vind het heel spannend op dit moment. Ik ben wel operaties gewend. Het is nu mijn 20e operatie. Dus ja. Maar toch, het blijft spannend. Beide operaties zijn heel goed gegaan. De donor is wakker, ligt al op de verpleegafdeling. Het gaat echt prima en ook de nier zit in meneer De Vreters. Die doet het. Meneer De Vreters is ook net wakker geworden hier op de uitslaapkamer. Op die uitslaapkamer kijken we gelijk, blijft die nier plassen? Zien we urineproductie? En als we dat zien, ja, dan is dat nog steeds een heel goed signaal. En dat zien we. De nier maakt heel veel urine, dus ja, het gaat op dit moment heel goed. En ik ben ook al even langsgelopen bij mevrouw Andrews, want die was natuurlijk vanochtend eerder geopereerd. En ook daar zien we, die ligt er heel goed bij. En die was ook heel blij om te horen dat het operatie zo goed gegaan was. Want wat we zouden kunnen doen, is dat we het pompje, dat we dat stoppen. En dat u pijnmedicatie in tabletvorm krijgt. Nee, is goed. Ja? Ja, doen we. Oké, okay, prima. Nou, pardon. Ga ik hem eraf halen? Oh, nul. Ja? Officieel. U mag nog een keer gebruiken hoor, als u wil. Ja, ja, ja. Ja. Waar is die? Kijk. Nou, de laatste keer? Ja. Oh. Ik heb er al vertrouwen in dat het goed komt. Ik voel me hartstikke goed. Ik ben hartstikke blij. Dankbaar. Ja, en gewoon, ik ben voorlopig van de dialyse af. Dus mijn volgende doel is mijn huis opknappen. Ik woon er al 3,5 jaar en nog niks aan gedaan. En ook leuke dingen doen met mijn vrienden, vooral met mijn kinderen. Het moest zo zijn hoor. Volgens mij is Jackie gewoon door God op de weg, op mijn pad gezet om mij te helpen. Dat ik niet meer hoef te strijden.